welkom bij een nieuwe aflevering van NEC TV. Maarten Omvlee ontmoet deze week Jacob Jantscher. En we kijken naar een opmerkelijke pilot van NEC met een blindentribune. Op vrijdag 6 december trof NEC in stadion Galgenwaard FC Utrecht. Na een spannende wedstrijd waarin NEC uiteindelijk met 10 man kwam te staan, werd het 2-0. Daar is de hoekschop. Johnson blijft staan. Die bal wordt naar beneden gekopt en die gaat er net niet in. Jan Baks en Ruiter. Dan wordt hij op de hak gelopen door Koolwijk. Dat is het eerste geel van de avond. Bal verlengd, binnenkant paal, de herkansing zit erin. Deze vliegt erin, maar nu ziet Sanders een overtreding. Wat Van Heijden misdoet, mijn raadsel. Oh, Koolwijk heeft al geel, die gaat eraf. Hij zegt ik speel de bal, hij krijgt zijn tweede gele kaart. Slecht ingeschoten, heel slecht ingeschoten door de spits van NEC. En 2-0. NEC was lange tijd even goed, misschien wel beter, maar het resultaat spreekt voor zich. Hallo, welkom bij Call TV. Ik heb vandaag een uitdaging van Bart. Wat de uitdaging precies is, dat gaat hij vertellen. Ik had Ryan uitgedaagd om een potje FIFA te spelen. Kijken of hij net zo goed is als op het veld en of hij voor mij kan winnen. Succes alvast. Succes. Ik denk dat we nu even steen, papier, schaar moeten spelen wie het eerst mag kiezen. Dankjewel, ik ben de winnaar. En het is natuurlijk logisch, ik speel met Barcelona. Yes, succes. Succes. Ja. Cool. Nee. Goal. Nee. Dit moet de eerste keer zijn. Slecht gekiept. Zie je, dat was een beginner gelijk. Ja. Hij zegt dat fluit voor Rus bij een stand van 2-0. Ik denk dat je van moet wisselen. Nee, nee. Ik hou vertrouwen in mijn spelers. Okay. Een organisatie te vinden in dit ploegje. Ploegje nog wel. Je hebt het wel over Barcelona, hè, jongen. Ik ben helemaal de weg kwijt. Ik denk dat ik niet veel hoef te zeggen dat de stand genoeg zegt. Ik wil jou feliciteren. Ja, dankjewel. Ja, zure appel. Bart heeft me een pak slaag gegeven. Dat is 4-0 geworden voor hem. Verdiende overwinning. Nou, Bart, bij deze gefeliciteerd. En het was een leuke uitdaging. Ja, ik kan er niet meer van maken, jongens. Je kan niet altijd winnen.
Guten Tag bij Amflee Begegnet. NEC heeft 3 IJslanders, 3 Duitsers, 2 Denen, 2 Belgen, een Zweed, een Tsjech, een Slowaak, een Iranier, een Schot en ook sinds kort voor het eerst in de historie een Oostenrijker. Zou het toevallig zijn dat er vanaf nu edelwijs groeit bij de Goffert? Edelwijs, edelwijs. Ja, daar is dat schon. Guten Tag. Jacob. Hey, hallo. Wie geht's? Alles goed, dankeschön. Du bist der erste Österreichische Spieler van NEC. En hier de kans voor Kolwijk. En dan wordt het helemaal spannend. Hier gaat hij er dan toch een keer in, zou je zeggen. Prachtig uitgespeeld door NEC. Het eerste doelpunt van Jantscher in het shirt van NEC. En du hast in Moskou gewoond, in Graz, waar du geboren bist, en in Nijmegen. Jetzt, was zijn die grootste Unterschieden? Zu Graz ist Nijmegen ziemlich gleich. Gleich viele Einwohner, die Stadt von der Größe her auch ziemlich ident. Moskau ist ein bisschen größer. Ich denke jetzt hier, so wie es hier in Holland ist, in Nijmegen ist es ziemlich gleich zu Österreich. Die Leute sind sehr freundlich, du kannst dich sehr gut eingliedern in die Nachbarschaft. Und ja, ich und meine Frau fühlen uns eigentlich sehr, sehr, sehr wohl hier. Was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen Fußballspielen in der österreichischen Bundesliga und der holländischen Eredivision? Ich denke, der größte Unterschied ist die offensive Spielweise hier in Holland. Hat NEC Nijmegen schon den richtigen Jantscher gesehen? Den richtigen denke ich noch nicht. Es ist natürlich nie einfach für einen Spieler, wenn er zu einem neuen Verein kommt, zu einem neuen Club. Wir haben auch jetzt keine einfache Situation. Aber du bist Topscorer gewesen, ja. 2012, ja. In Österreich. In 2009 das schönste Tor, ja, des Jahres. Ja. 16 Mal mit der Nationalmannschaft von, ja, Österreich. Das haben wir noch nicht gesehen. Nein, das ist also das sage ich auch. Also natürlich ist das nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt jedes Spiel gut gespielt. Ich habe ein paar Spiele, die besser waren, ein paar Spiele, die weniger gut waren. Wichtig ist, dass ich spiele und wichtig ist, dass ich Konstanz bringe. Rex, daar is hij weer. Balletje is lang onderweg, maar goed voorgekomen, 2-2. Dat lijkt eigenlijk een kansloze voorzet, maar Jantscher kopt hem binnen. Gelooft erin. Er gaat naar de bal toe, terwijl ze bij Twente verder staat te slapen. Pikkeltje bowling, wie heet dat in Duits? Bowling. Pikkeltje. Kegeling. Ja. Dreimal. Ja. Zo veel hebben we mogelijk. Mach's goed. Dankeschön. Ja. Een goede aanvang. Die teller staat op 4. Zo, dat is mooi. 7. Dennis 9. Doe 7. Zweiten Platz met 2 anderen. Oké, is oké. Dat is niet oké. Oké, toch. 7 is oké. 6 was slecht. 7 oké. Oké. Dank je wel. Graz, wo du geboren bist. Das nennt man der Genuss-Hauptstadt von Österreich. Stimmt das? Ja, ich denke, dass wir in Graz eine sehr gute Küche haben. Und ja, dass die Leute sehr gerne oder auch ausländische Leute, die nach Österreich kommen, immer davon schwärmen, dass in Österreich sehr gutes Essen ist. Ja, dann werden wir es mal versuchen mit Apfelstrudel. Die Zeit bei Red Bull Salzburg ist vorbei. Vorbei. Das ist Vergangenheit. Deswegen hoffe ich, dass du es versuchen wirst. Green Tiger Nijmegen, Nektar. Ja, Energiegetränk. Ja, mit diesem Energiedrink hoffe ich, dass es möglich ist, zum Beispiel Samstag schon mitzumachen. So ist es. Zu Hause gegen Roda. Und gewinnen. Und gewinnen, ja. Und ein Tor vielleicht. Mindestens ein Assist. Ja. Am liebsten ein Tor. 2 Tore. Okay, 2. Sehr gut. Ja. Dankeschön. Dat was hij weer voor deze week. We hopen natuurlijk dat Jacob Jantscher gaat scoren tegen Roda JC. We hebben de punten hard nodig. Volgende week ga ik op bezoek bij Jantje Peters.
En niet degene die u kent, niet Jantje Breed, maar een ander. NEC-supporters met een visuele beperking kunnen de komende thuiswedstrijd tegen Rode JC op zaterdag 14 december ook in het Goffertstadion meebeleven. De club start namelijk met de Koninklijke Visio, dat is het expertisecentrum voor blinde en slechtziende mensen, een pilot met een blindentribune. Hoe is het idee voor de blindentribune ontstaan? Koninklijke Visio is bij ons, heeft bij ons aangeklopt. Het is het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. En daar zijn we samenwerking mee aangegaan om dit initiatief te bewerkstelligen. Om alvast een indruk te krijgen zijn jullie afgelopen vrijdag naar een wedstrijd bij Utrecht geweest. Wat waren jullie bevindingen? We hebben inderdaad de wedstrijd FC Utrecht-NEC bezocht. Omdat FC Utrecht al een tijdje een blinde tribune heeft. We zijn daar op pad geweest met de commentatoren om te kijken hoe ze daar de begeleiding en het ontvangst van de blinde en slechtziende mensen doen. We hebben daar in ieder geval wel van geleerd en waardoor we ook echt wel kijken van hoe gaan we dat op deze wijze hier in Nijmegen neerzetten. En als die supporters hier dan in dat vak zitten, hoe gaan ze de wedstrijd dan beleven? Ja, ze zullen allemaal een headset op krijgen en de wedstrijd zal door twee commentatoren verslaan worden, zodat men op die manier de wedstrijd kan beleven. Is dat dan wat verbaal wat intensiever dan de gebruikelijke wedstrijdcommentaar? Ja, het is veel uitgebreider, dus er zal ook veel meer verteld worden wat de sfeer in het stadion is, wat voor spandoeken er hangen. Dus het wordt een veel uitgebreider verslag. Vandaar ook dat er gekozen is altijd om dit met twee commentatoren te doen. Hebben jullie nou ook reacties bij de wedstrijd tegen Utrecht van blinde en slechtziende Utrecht supporters meegekregen? Van hoe ze dat nou hebben ervaren? Nou, er was zelfs een NEC supporter aanwezig daar. We hebben inderdaad wel meegekregen hoe ze dat daar nu opzetten en wat de ervaringen zijn van die mensen. En die reacties zijn in ieder geval heel positief. Dus we hopen dat ook hier in Nijmegen voor elkaar te krijgen. Op 14 december speelt NEC tegen Rode JC. Met de NEC Classic blikken we even terug op eerder gespeelde wedstrijden. Gedaan, zegt Siemling die het gat inloopt. Daar is Amieux en daar is de 2-0. Een schoonheid van een doelpunt. En dit keer houdt hij zijn schoenen wel aan. Daar is Flemings voor zijn vierde. Ja! En hier, oh, wat een kans, zeg, voor Plakje. Donald, dan maar een keer van afstand. Rex, goeie trap, daar is Kurto met een misser, dankjewel. Nee. Rex. En, oh, bijna. Amieux. Oh, Amieux maakt bijna de winnende en de enige tot nu toe. Dit was NEC TV. Tot volgende week.